Eduard Troost, uit Staphorst. Waarom komen er zoveel, de laatste 10 jaar, zoveel coureurs uit Staphorst? Omdat de ANBC, de motorclub in Staphorst, die heeft de dinsdagavond, hebben ze op het evenement het terrein De Tippen in Staphorst dus. Trainingsavond voor de minibikers, waar eigenlijk elke leeftijd welkom is. Op de minibike sinds 2 jaar rijdt, kun je ook trainen op een Honda NSF 100. En die rijden of bij de Rap Holland, de minibikes, en de NSF 100 rijdt onder de SOBW. De wedstrijden of in de Molenaar Cup, dat kan ook nog, de Molenaar NSF 100. Ja, dus Staphorst is echt wel motor-minded. Ja, Staphorst is echt wel motor-minded. Het is al 30 jaar terug waren er al coureurs in Staphorst. En er zijn best wel veel Staphorsters die geraced hebben of die nog steeds racen. Ja, kan je iets vertellen over je eigen carrière? Heb je ook NSF geraced of zo? Ik ben begonnen op een sportlucht, ook bij de SOBW. Toen was ik 11 jaar. Het enige nadeel voor mij was, ik was klein voor mijn leeftijd, licht. Ik was 30 kilo. En ik moest totaal gewicht hebben van 135. Dus mijn brommen woog 105 kilo. Dus dat was best wel moeilijk om mee om te gaan. Achteraf is het jammer dat we niet op een minibike zijn begonnen. Dat zou eigenlijk een betere stap zijn geweest. En na de 4 seizoenen in de sportlucht ben ik overgestapt naar de Moerenwaake Cup. Daar heb ik ook 3 jaar in geraced. Ja, veel mooie circuits gezien. Ik ben in Imola geweest, Portimao, in Istanbul, in Turkije. Ja, veel op assen al geraced. Daarna hebben we besloten om de overstap naar de 600 te maken. Daar heb ik de eerste 2 wedstrijden in de, wat nu de Pro Cup 600 is, gereden. Werd ik het eerste weekend tweede en het weekend, of de race daarna eerste. En daarna mocht ik de wedstrijden starten in de Super Cup 600. Ja, en hoe gaat het tot zover in de Super Cup 600? Ik ben nog zeker niet tevreden. De tijden die moeten sneller, maar zoals de vorige race ook had ik een 18e positie. Daar was ik zeker niet blij mee. Maar de tijd, het was wel weer een nieuw PR, dus er zit wel progressie in. Alleen de positie, ik wil liefst gewoon bij de top 10 zitten. En daar moet ik echt nog flink mijn best voor doen om dat te halen. Dus ik ben zeker nog niet tevreden.